business en een business opbouwen is in feite helemaal niet zo moeilijk. Alleen het grote probleem van veel ondernemers is dat ze zichzelf gewoon veel te moeilijk maken. Ze zijn veel te veel op de kleine details en stellen dingen veel te lang uit omdat het wel perfect moet zijn, bijvoorbeeld. Of ze denken veel te lang na over bepaalde dingen en daardoor worden bepaalde dingen echt enorm groot. Terwijl echt succesvolle ondernemers die doen gewoon. En dat is ook het advies eigenlijk gewoon, om gewoon te doen en gewoon te implementeren en grow as you go. Dus gewoon daadwerkelijk gewoon knallen en vervolgens aanpassen. En te veel ondernemers die doen gewoon veel te moeilijk en het duurt al lang en alles moet overdacht worden en lastig, lastig, lastig en moeilijk, moeilijk, moeilijk. Terwijl de echte succesvolle ondernemers die doen gewoon, die maken echt rete veel beslissingen per dag en die passen gewoon aan. Simpelweg gewoon doen, wint altijd van denken. En natuurlijk moet je nadenken, natuurlijk moet je kennis hebben, natuurlijk moet je in jezelf investeren in je kennis en moet je jezelf constant omscholen. Alleen die combinatie kennis in combinatie met actie, dat is de gouden combinatie. En veel mensen die missen gewoon echt dat laatste. Dus die doen gewoon niet, die stellen te veel uit of misschien doen ze soms ook wel te veel zelf. Dus ze nemen niet de beslissing om dingen bijvoorbeeld uit te besteden. Business is echt niet moeilijk. In grote lijnen is het heel simpel. Als iets werkt, moet je dat meer gaan doen. En als je dat zelf niet kunt doen of wil doen, dan moet iemand anders dat voor je doen. Die het goedkoper doet dan dat het je oplevert. Zo simpel is het. En je hebt vaak mensen die willen leren van alle type goeroes. En daar is niks mis mee, want het zijn leergierige mensen. Alleen als je echt wil kijken naar succesvolle ondernemers, kijk dan naar bijvoorbeeld boeren. Weet je, die kijken heel simpel van oké, we hebben, weet ik veel, 1 hectare grond, ik weet niet eens hoe groot dat is, en dat aardappels, en ja, dat kost ons 10.000 euro, levert ons 20.000 euro op, dan laten we nog 1 hectare grond erbij nemen, bij wijze van. Zo simpel is het. En je ziet vaak echt lui die succesvoller zijn dan jij of ik, die niet per definitie slimmer zijn, maar die doen gewoon meer en die denken gewoon simpeler. Die houden het gewoon simpel, die gaan geen hele moeilijke, complexe dingen bedenken, maar die houden het gewoon simpel. En die doen vervolgens gewoon zelf. En die zien ook echt op basis van cijfers van oké, dat gaat goed, alleen ik heb er zelf geen tijd meer voor. Iemand anders moet het doen die dat goedkoper kan doen. Hoppa, we hebben onze business weer uitgebreid. It's that simple, weet je wel. En ja, in deze tijd, in de informatietijd, ja, we overcompliceren wel een hele hoop. Terwijl het eigenlijk allemaal heel erg simpel is. Dus jij bijvoorbeeld weet dat van elke 100 bezoekers dat 2 mensen daarvan kopen. Ja, dan kun je hele website gaan aanpassen, je kunt van alles gaan aanpassen, je kunt upsell strategieën, wat je moet doen, je kunt allemaal moeilijke dingen bedenken. Of je kunt gewoon denken, we moeten naar 500 bezoekers per dag, want dan hebben we 5 keer meer business. Of we moeten 1000 bezoekers per dag, want dan hebben we 10 keer meer business. Dat is het verschil tussen een ton per jaar en een miljoen per jaar bijvoorbeeld. Terwijl het heel makkelijk is om bijvoorbeeld echt daarin te blijven hangen. Dus gewoon doen is gewoon echt de key to success. Doen en vervolgens aanpassen, oftewel grow as you go. Succes!